We hebben bij elkaar 28 bedrijven aangeschreven, waarvan 10 in Schiedam. Daar hebben 3 bedrijven een vergunning voor aangevraagd en van de 18 Rotterdamse bedrijven maar 4. Dus 7 op de 28. Degenen die niet gereageerd hebben, zijn die dan ook meteen verdacht? Ja, min of meer wel. Want als je 1-op-1 de mededeling krijgt dat er een vergunningplicht is ingevoerd. We hebben ze echt informatie gegeven, ze zijn inloopbijeenkomst geweest, we hebben brieven gestuurd, er is zelfs een herinnering gestuurd. Ja, dan is het bijzonder. We hebben afgesproken dat we die termijn van 8 weken die we al achter de rug hebben, dat we die nog 1 keer verlengen voor een laatste kans tot 22 december. En als er op 22 december geen aanvraag is ingediend, dan moet het bedrijf gesloten worden. We hebben daar inmiddels afspraken over gemaakt in Rotterdam, Schiedam. De sanctie op het niet hebben van vergunning is sluiting. Dan komt hij weer. Criminaliteit in de Spaanse polder. Het is een beetje de supermarkt van de criminaliteit. Dat zijn uw eigen woorden. Is het nu een buurtsupertje geworden? Nee, we doen het anders. Ik zie de autoverhuurbranche een beetje als het winkelwagentje van de supermarkt. Als je geen winkelwagentje hebt, kun je ook geen boodschappen meer doen. Die auto's die deze branche verhuren, die worden op tal van plekken in criminele activiteiten ingezet. Drugstransporten, transport van wapens in verborgen ruimtes, maar ook overvallen. Er wordt een auto gehuurd voor 2 dagen en er wordt een overval in Groningen mee gepleegd. En we hebben zelfs ontdekt dat auto's uit Spaanse polder bij liquidaties zijn ingezet. Als we even in de toekomst kijken, over een jaar, hoe staan we er dan voor in de Savelandse polder en de Spaanse polder? Want de strijd van u samen met Abu Taleb van Rotterdam gaat door natuurlijk. Ja, ik denk dat de Spaanse polder over een jaar een stuk gezonder uitziet. A, omdat we de autoverhuurbedrijven dan onder controle hebben. Er zijn in principe alleen maar bona fide bedrijven. Ik sluit niet uit dat we de andere tak van de automobielbranche dan ook in beeld hebben. En misschien wel, misschien niet voor de vergunningplicht te voorzien. Maar er zijn ook nog andere terreinen bezig. De hele GFT-sector, groente-fruitsector bevolgen we. De opslagbranche volgen we. We willen eigenlijk de hele Spaanse polder. En niet alleen die automotive. Die springt wel in het oog. Maar de rest willen we ook gezond maken. Sterkte in de strijd. Dankjewel.